Deze week in het Omroep Even Weekjournaal. Vertelt Caroline de Nijs meer over de toilettasactie? Hebben de wethouders een overeenkomst getekend? Krijgen we meer te horen over armoedebestrijding met Matchpoint, Pact Sam Sam en Social Fonds? Nemen we een kijkje bij het Leef 3 evenement in het klooster? Mijn naam is Caroline de Nijs en ik ben essentiecoach hier in deze jort. Ik begeleid mensen bij bewustwordingsprocessen. We zijn hier op dit moment om de toilettassen te verzamelen die binnenkomen naar aanleiding van een oproep die ik deze week heb gedaan voor Women for Women. Toilettassen voor vluchtelingenvrouwen, omdat ze in erbarmelijke omstandigheden zijn en weinig hygiëne hebben. En het is heel erg gunnen om daar wat voor te hebben. Nou, ik heb dit zelf opgepakt van Facebook, het kwam voorbij. En ik dacht, in Amersfoort is er nog geen plek om in te zamelen, dus dat ga ik dan doen. Dit maakt deel uit van Hulpcaravaan Griekenland, die begon is met deze actie eind augustus. En er worden allerlei dingen ingezameld, maar de toilettassenactie is een losstaande actie daarvan. Die zag ik en zo ben ik ermee begonnen. Ik heb hier een toilettas en ik heb er eentje uitgepikt in het bijzonder. Dat is één met vlinders, omdat wij hier zijn bij het vlinderhuis. Ik sta hier met de joert op het veld van het vlinderhuis. Dat is een plek voor ontmoeting, activiteit en stilte. En het vlinderhuis is een plek waarin mensen elkaar kunnen helpen, ontmoeten. Bewustwording is ook een van de plekken. Ik heb hier een toilettas uitgepakt met vlinders, omdat ik dat graag wil benoemen. Wat ik hier ook heb, is de informatie van de Hulpcaravaan Griekenland. Om te kunnen volgen waar al die tassen naartoe gaan de komende tijd. In de toilettas zit maandverband, zakjes om dat weer op te ruimen. Zeep, tandenborstel, tandpasta. Aangevuld met een soort zistergebaar, wat vrouwen aan andere vrouwen zouden willen geven. Een sjaal of een armband of een kaartje of iets aardigs. Het gaat eigenlijk om de eerste sanitaire behoeften. En voor de rest, ik weet het niet, zijn honderden tassen al binnengekomen. En er zijn allerlei andere creaties en fantasieën bij gestopt. Dus wat er precies in zit is altijd een verrassing. Maar de basisdingen zijn allemaal, gaat eigenlijk om maandverband, om persoonlijke hygiëne. Nou, ik ben ontzettend blij dat ik iets concreets kan doen. Dat ik iets kan doen waarvan ik zou denken, jeetje, als ik zelf in zo'n situatie zou zitten, zou ik het zelf ook fijn vinden als iemand het voor mij over heeft. Ik ben Yvonne Kemmerling, wethouder Economische Zaken en Duurzaamheid van de gemeente Amersfoort. We hebben net een convenant ondertekend, samen met horecaondernemers en het MBO en de gemeente, gaan wij dossiers openen, ondernemersdossiers, waarin de horecaondernemers hun zaken die relevant zijn voor onder andere vergunningen en dienstverlening van de gemeente, digitaal beschikbaar komt. Dat is gebeurd omdat de manier waarop gecommuniceerd wordt met de gemeente, als je dat op een goede manier digitaal opent en beschikbaar maakt, dat vele malen gemakkelijker gaat dan wanneer je allerlei formulieren handmatig moet invullen of op de website van de gemeente moet gaan zoeken waar je die formulieren kunt vinden. Nou, met name de ondernemers kunnen hiervan profiteren. Zoals je weet wordt in Amersfoort ongelooflijk veel georganiseerd op het gebied van evenementen. Nou, daar zijn vergunningen voor nodig. En bijvoorbeeld horecaondernemers moeten die vergunningen aanvragen. En om het nou eenvoudig te maken om die vergunning aan te vragen en een hele toegankelijke weg via de internet, via digitale weg te vinden, kunnen deze ondernemers met de gemeente communiceren op een veel eenvoudiger manier dan tot nu toe. Mogelijk was. Wij willen in de toekomst, als dit project goed slaagt, ook andere ondernemers de gelegenheid bieden om dit te gaan doen. Maar daarvoor hebben we eerst dit project nodig om eens te kijken of het daadwerkelijk werkt zoals we hopen dat het werkt, wat er eventueel aan verbeterd zou moeten worden. En als het goed op stapel staat, dan gaan we het uitrollen naar andere branches waar ondernemers ook plezier van kunnen hebben. Ik ben Vincent de Vries, ik ben ondernemer in de horeca. Ik heb een horecabedrijf in Hooglanderveen. En vandaag ben ik een hoedanigheid van de voorzitter Horeca Nederland, afdeling Amersfoort. Wij hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend met zowel de gemeente als het MBO in het kader van het ondernemersdossier. Het ondernemersdossier is in het leven geroepen om het makkelijker te maken voor de ondernemer.
Zodat hij al zijn papierwerk, al zijn vergunningen, aanvragen en dergelijke in het dossier kan stoppen. De Koninklijke Horeca Nederland, in dit geval landelijk, is een voortrekker, heeft een voortrekkersrol in deze. Samen met nog een aantal andere branches, maar in dit geval de horeca. En Amersfoort heeft gekozen om dat met de horeca als eerste te gaan doen. We gingen naar het Zand 37 om meer te weten te komen over de armoedebestrijding. Het Sociaal Fonds is een stichting, vorig jaar opgericht, en het richt zich op armoedebestrijding in Amersfoort. Dat fonds doet eigenlijk twee dingen. Eén, we hebben een overbruggingsfonds en met het overbruggingsfonds geven wij acute steun aan mensen die tussen het wal en schip dreigen te vallen, vooral als ze tijdelijk geen inkomen hebben. En het tweede deel van het Sociaal Fonds in Amersfoort is dat wij een ontwikkelfonds hebben. En met het ontwikkelfonds willen we allerlei vernieuwingen op het gebied van armoedebestrijding aanjagen. Matchpoint houdt zich in de stad Amersfoort bezig met maatschappelijk betrokken ondernemen. Dat betekent dat wij het zakelijk deel van Amersfoort koppelen aan het kwetsbare, vaak onzichtbare deel van de stad. Matchpoint is aan dit evenement gekoppeld omdat wij op dit moment het thema armoede extra aandacht geven. Ik zie in de ontmoetingen die wij arrangeren tussen het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld dat er armoede is en dat met alleen het kijken naar die armoede dat we de problematiek niet oplossen. Dus wij willen daar nu wat meer aandacht aan geven en ook met de creativiteit van ondernemers en vooral voor de jonge talenten in de stad hopen we verschil te kunnen maken met betrekking tot dit thema. Nou, vandaag zijn we hier vooral ook voor het ontwikkelfonds. Armoedebestrijding gaat al jaren eigenlijk een beetje op dezelfde manier. Maar het is voorstelbaar dat er misschien toch andere en nieuwe ideeën op tafel komen. Wat wij hier vandaag willen bereiken is dat die nieuwe ideeën bij dit festival hier ook naar voren komen. En als men een goed idee heeft en als men echt tot een fundamenteel nieuw idee heeft, dan kan men bij het Sociaal Fonds aanvraag indienen om dat te ondersteunen met geld. Nou ja, wat ik wil toevoegen is dat mensen de handschoen moeten oppakken. En proberen na te denken van hoe ze samen met andere organisaties tot een idee kunnen komen. Dus ik hoop dat die ideeën echt uit de stad naar voren komen. En er liggen al veel ideeën, die zijn al gehonoreerd. Maar we hebben voor volgend jaar nog een ruim budget over om in de stad uit te zetten. Nou, laat ik deze situatie dan benutten om een oproep te doen aan de jonge talenten werkzaam in Amersfoortse ondernemingen. En dat kan zowel profit als non-profit zijn. Die het leuk vinden om zich in te zetten om daadwerkelijk verschil te maken voor de kwetsbare doelgroep in de stad die te maken heeft met armoede. Dat kunnen de dak- en thuislozen zijn, dat kunnen de mensen zijn die helaas aangewezen zijn op de voedselbank. Met een aantal jonge mensen met creatieve denken en doelkracht kunnen we misschien iets toevoegen aan wat er al gebeurt. Want er gebeurt een hoop in de stad, maar mogelijk kan het. Vandaag was het Leef 3 evenement in het klooster. Het evenement is een leuk dagje uit voor actieve 55-plussers die nog volop in het leven staan. En dus willen zien wat er allemaal te doen is om zo lang mogelijk gezond en plezierig thuis te blijven wonen. En dat kunnen ze hier vandaag gaan beleven. Er zijn heel veel verschillende dingen die ze kunnen doen. Ze kunnen bij ons de health check doen, ze kunnen naar de kapper toe. Ze kunnen naar de schoonheidsspecialisten, er zijn verschillende doedingen en heel veel informatie over de thuiszorg. Ik ben voor de eerste keer hier, dus ik moest eens even kijken van hoe het een beetje in elkaar zat. En nou ja, er zijn heel veel verschillende stands, ook verschillende dingen om te doen. En ik vind vooral de sfeer heel erg gezellig hier. Dus ja, we zijn lekker aan het knutselen geweest en ja, ik vond het erg leuk hier. Ja, we doen het nu voor de vierde keer dit evenement organiseren. We verwachten over de 2000 bezoekers en we zien ook al wat bekende gezichten weer terug. Dus mensen die ieder jaar weer terugkomen omdat ze het gewoon een gezellige dag vinden. En ja, wij herkennen onze leden op die manier dus ook. Ja. De health check is belangrijk omdat we vinden dat mensen ja, eigenlijk gezond zouden moeten leven. En iedereen doet dat ook, maar soms lukt dat niet helemaal. En door bij ons een health check te kunnen doen, zie je ook dat zij waardes te horen krijgen en ook zien of ze echt gezond leven en daardoor ook goede waardes hebben. En ze kunnen dit ook bij ons op het mbo doen. Wij doen dat in samenwerking met Leef 3.nu. En dat is voor ons heel erg waardevol, omdat we elkaar van betekenis kunnen zijn. Nou, ik denk dat het wel heel erg goed is voor mensen die wat ouder zijn, om kennis te maken met allerlei verschillende aspecten. Want ja, hoe ouder je wordt, des te meer of minder mobiel je wordt.
Dus voor sommige mensen is dat wel heel erg goed om te zien wat er dan allemaal voorhanden is. Waar ze dus ondersteuning aan hebben. Nou, ik heb bijvoorbeeld mijn gehoor laten testen. De drempel was iedere keer heel hoog om er naartoe te gaan. Dat heb ik dus nu wel gedaan. En blijkt dus dat ik toch wel iets minder hoor dan dat ik dacht. Dus wat dat betreft is zulke dingen wel goed dat je ze even een keer laat testen. Omdat veel meer mensen dat dan ook doen. Dan is de drempel dus niet zo hoog meer.